Bijna elke dag lopen er op Nederlandse werven schepen van stapel, voor de marine of voor de koopvaardij, gebouwd voor Nederlandse of voor buitenlandse rekening. Al deze schepen ontstaan in de tekenkamer. Datzelfde principe volgt men ook bij de vervaardiging van scheepsmodellen. Sedert 7 jaar bevindt zich in Haarlem een kleine industrie die zich geheel op de bouw van deze miniaturen heeft toegelegd. Voor de romp wordt meestal massief hout gebruikt. Instrumentmakers zijn verantwoordelijk voor de vervaardiging van alle kleine onderdelen. Deze miniatuurbouwers krijgen hun opdrachten voornamelijk van de scheepswerven en rederijen die de modellen gebruiken voor publiciteit in binnen- en buitenland. Deze sleepboot is onlangs aan keizer Haile Selassie aangeboden. Het monteren van de minuscule onderdelen is een precisiewerk dat zeer veel arbeidsuren vergt. De miniatuurwerf geniet ook in het buitenland reeds bekendheid. De schepen die hier gebouwd worden, mogen er dan ook zijn. Een fraai voorbeeld is het model van de Ville de Saigon. Een scheepje waaraan maar liefst 1100 werkuren werden besteed.